met die werk? Ah, die werkt ook in... Wacht, rustig, hè. Bepaling, ja, oké. Okay. Het is vandaag maandag en wij zijn nu februari 99. Oh, mijn stem is nog altijd echt niet zo goed, maar oké. Okay. Er was... Ja. Weg. Helemaal weg. Er was dus blijkbaar iets te doen vandaag bij Bar 99, dus we gaan eens eventjes kijken. Maar we was nu eventjes verstopt achter dit huisje, want anders zien mensen me vloggen. Oké, okay, doei. Ja, de muziek is heel triest, hè? Ja, triestige muziek, maar wij zijn wel onderweg naar een trouw. En Zoe is even full gas aan het geven. Want ja, echt haast. Ik moest werken tot 5 uur en toen, ik had het al eerder gedaan. Dus toen dachten we dat we meer tijd hadden, maar toch niet. Want ja, we waren toch een beetje traag. En nu gaat deze kerel voor ons traag rijden. Doe maar alsof er niemand op het trouw moet gaan. Ja, doe maar alsof we niet op tijd moeten zijn. Ja. En ik heb trouwens een bloentje vast. Maar we moeten ook nog snel tanken. En het is nu 20 voor en we moeten om 7 uur in Genk zijn. Dus ja, top. Top timing, zo. Gosh, manneke. Ik ga ook eens tanken voor u. Oké. Okay. Snel in de portemonnee. Oh, godver. Oké, okay, snel, snel, snel. Snel, snel, snel. De plant! Maar ja, de plant. Rustig, rustig. De plant. Sammy. Ik kan niet meer. Deze avond was heel grappig. Dus ik moest net gaan tanken voor Zoe. Mocht maar 20 euro, het was 21 euro. Sorry, meid. Hallo allemaal. Zoals jullie hadden gezien, heb ik al een beetje gefilmd hiervoor. Maar ik heb niet echt heel serieus genomen vorige week. Aangezien ik heel veel moest werken, dus niet heel veel interessant had om te filmen. Maar deze week ga ik wel superveel doen, dus ik ga het nu weer eventjes serieus nemen. Dus daardoor gaat deze vlog wel eigenlijk 2 weken lang duren. Zoals ik net al zei, aangezien ik vorige week niet zoveel gefilmd heb. Maar, wat ik ga jullie heel eventjes neerzetten. Ik ga nu vertrekken... Mijn camera gaat vallen. Ik ga nu vertrekken naar Maasmechelen Village, want ik ga straks naar Oost-Vlaanderen. Mijn familie bezoeken en ik blijf er ook een nachtje slapen. Maar, aangezien dat ik naar Genk moet gaan, en dit werkt niet, hè. Aangezien dat ik naar Genk moet gaan... Stop ik even in Maasmechelen en ga ik naar de Village. Want ik moet nog een cadeautje kopen voor mijn beste vriend Lisa. Die is de 5e jarig. Maar ik zie die pas met mijn verjaardag normaal gezien. Dus ik geef haar dan het cadeautje. En ik weet niet zo goed wat ik moet kopen. Daarom ga ik gewoon naar de Village gaan en dan zal ik wel iets vinden. Dus daarin ga ik jullie meenemen. En dan in mijn weekendje of ja, 1 dagje overnachting. Bij mijn tante en mijn Peter. Goeiedag! Dag oma. Hallo oma. Ik ga u dadelijk een kus geven. Oma, ik heb een cadeautje voor u. Plant. Dat is een binnenplant. Ja, dat is een binnenplant. Kijk uit. Hè. Want dat zit los, hè. Ik heb kennis gemaakt met Victorine. Wie is dat nu? Amber. Hallo. Ik heb kennis gemaakt. Hallo. Oké, dat is de gang.
badkamer. Kijken waar de lichtknop is. Hallo. Wc'tje. Douche. Oké, dit was dus de eerste kamer. En dit is de tweede kamer, maar dat is redelijk klein. Hier is ook nog een terras. Opstapje. Het is gewoon een mini terras. En hier is nog een mini berging. Even terug dicht doen. Oké, dus dit is het appartement van mijn meter. En we gaan vandaag even al een paar dingen omhuizen. Zodat dat al gedaan is. En dan gaan we de 16e volgens mij en de 17e augustus al de rest nog omhuizen. Maar we zijn nu dus van Limburg naar Oost-Vlaanderen gereden om af en alles te brengen. Maar dat gaat natuurlijk niet in één keer, want we hadden geen busje geregeld. We waren gewoon met de auto gekomen. En gezien we niet zo heel veel nodig hebben vandaag. Dus dit was de mini-tour van mijn meter haar nieuw appartementje. Bobon. Bobonneke. Daar in de spiegel. Maar hier in de spiegel. Kijk naar de spiegel. Woehoe, wat heb jij gedaan? Ik heb hem geblokkeerd. Het is op... Jawel, oma. Daar heeft hij nog bewogen. Daarom heb ik het niet op deze liften, hè. Kom, moet daar wat in doen een fotoke. Wacht, maar ik sta er niet op. Ik sta er niet op zo wel. Ik zal maar misschien... Dat komt volgens wachten, hè. Wachten, hè. Ja, en nu rennen. Mogen. Dus, Bobon. Ja, zeg het eens. In Griekenland gaan we ook vloggen, hè. Ja. Klaar te doen. Ja, dat is goed. Juist niks gepost. Ah, nee. Dat we moeten op dinsdag doen, hè. Dus we gaan vloggen om het niet te posten. Ja. Je moet niet in aan iedereen doen. Neemt het algemeen, hè. Dat gaat hier wel schoon zijn. Niet vloggen voor iedereen, oké. Dan vloggen we alleen maar voor de family. Ja. Daarnaast heb ik weer, als we weer zijn, kan... Ja, ik ga dat niet posten als wij nog in Griekenland zijn. Ah, dat is... Ik ga dat posten als wij terug thuis zijn. Anders weten de mensen dat je niet thuis bent. Voilà. Ja. Mijn geburen gaan dat weten, zo. Uw geburen, hè? Gewoon een jong. Ja. Kijk, we moeten lachen naar de camera. Hallo. Zonnebril. Een vlogske. Ja, schoon. Het is een filmpje en geen foto. Zoals jullie zien ben ik terug thuis, want ik was, zoals ik al verteld had, 2 dagen in Oost-Vlaanderen. Aangezien dat mijn meter gaat verhuizen van een huis naar een appartement. Dus ik was aan het helpen met verhuizen, zoals ik net al zei. Maar het is vandaag echt super warm. Het is nu volgens mij 30 graden en het wordt nog 32 graden. Dus ik ga nu even met mijn zusje, met Sophie en met Hanne, even naar Terland. En dan gaan we waarschijnlijk zo'n bootje huren. Als er nog zijn, want soms met zo'n weer zijn die echt heel snel... verhuurd. Maar ik ga dus nu vertrekken en daar ga ik jullie weer in meenemen. Ingezoomd op jouw gezicht. Dit is Maite haar gezicht. Ben je aan het filmen? Ja, tuurlijk. Potverhoring. Potverhoring. Oké. Wacht, mensen gaan het al zien. Wat? Ja, ik heb dus oprecht een probleem. Ik weet eindelijk hoe zwangere mensen zijn. Oké, we zijn net gaan zwemmen. Ja, Sophie kwam met het geweldige idee om een ijsje te gaan halen bij het tankstation. Oei, meneer. Starbucks, waar komt die vandaan? Ik zat dus in de auto in mijn bikini topje. En gezien dat hij nog nat was. Maar ik kon het tankstation niet binnenlopen met enkel mijn badpak aan. Mijn badpak, mijn bikini topje. Oh.
Ja, dus ja, ik moet even een t-shirt aandoen en nu is dit het resultaat. Goedemorgen allemaal, ik ga jullie eventjes neerzetten. Ik hoor wel dat werk, man. Ja, oké, de werkmannen zijn net aangekomen. Ik kan je nu misschien wel eventjes een stukje laten zien. Dus kijk. Oké, een van de werkmannen liep net naar rechts, dus ik heb nog snel mijn camera kunnen draaien. Want ik ga hun natuurlijk niet filmen, maar wij zijn dus aan het verbouwen. We gaan een hele nieuwe bijbouw doen, want er komt een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken, living, overal vloerverwarming enzovoort. Dus dat is momenteel de situatie. Het is wel veel werk, maar het gaat echt wel heel mooi worden als klaar is. Maar waarom ik dus nu eventjes wil filmen is omdat ik het begin van de vlog had gezegd dat ik naar Maasmechelen Village ging. Want ik ging een cadeautje kopen voor mijn beste vriendin Lisa. Die trouwens vandaag jarig is. Dus ik wil eventjes laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb het wel al dichtgemaakt. En ik heb er eigenlijk een fop cadeautje van gemaakt. Ik heb haar cadeau eerst in een hunkemolle doos gestoken. Dan ingepakt met inpakpapier. En dan in deze doos geniet. Dus... eerst gaat ze denken dat ze iets van Ralph Lauren krijgt. Dan gaat ze denken dat ik iets van Hunkemolle gekocht heb. En dan gaat ze zien dat ik toch iets gekocht heb van Ralph Lauren. En ik kan jullie ook laten zien wat ik gekocht heb. Want ik heb namelijk het cadeau dat ik voor haar heb gekocht ook voor mezelf gekocht. Omdat ik het zo mooi vond. En dan hebben we matching truien. Want ik heb dus deze trui gekocht. Het is wel een wat groter model, maar dat vond ik wel mooi. Dit is dan de mouwen. Ook een heel speciaal detail. En dan is dit de achterkant. Ik zal hem eventjes aandoen, maar ik moet het etiketje er nog snel afknippen. Voilà. Dus dit is de trui. En ik heb mij net al klaargemaakt, aangezien dat ik dadelijk met Lisa ga brunchen voor haar verjaardag. We gaan weer in Maasmechelen bij 205, waar ik vorige week ook was met Michelle. Kijk, dat mijn make-up hier niet blijft aanhangen. Dus kijk, zoals ik al zei, is die wat groter. Maar ik stop, oei. Hier hangt dus. Maar goed dat ik het zie, hè, want ik zou nog iemand zijn die hiermee naar buiten loopt, hè. Hoe vaak dat ik ook kleren heb en nog met etiketjes en zo naar buiten loop. Ja, dat is niet normaal. Dus meestal stop ik die trui zo onder mijn BH. En dan is die dus niet zo extreem groot. Hier plakt dus ook nog iets. Man, man, man. Dus dan is dit eigenlijk de trui. De mouwen zijn ook wat lang, maar dan meestal draai ik die gewoon om. En dan zijn die dus zo. Voilà, dit is dus de trui en ik zal jullie ook eventjes de achterkant laten zien. Dat is dus dit. En dan ga ik nu dus vertrekken. Dus we gaan eerst brunchen en daarna gaan we volgens mij nog eventjes naar Maasmechelen Village. Au. Maar het is best wel slecht weer, dus ik weet niet. Maar we gaan sowieso iets leuks doen voor een verjaardag. Dus ja. Poging nummer 3. Oké, dus wij zouden Amber en Zoe niet zijn als we niet weer last minute op stap gaan. We waren net bij de parkies in Mozaïek. Daar was Olivia Trappeniers, weet ik veel hoe dat hij haar achternaam uitspreekt. Ja. En nu gaan wij naar Versus. Daar was blijkbaar poolparty vandaag. Dus we gaan... Hoi meisje. Daar gaan we nu naar toe. Doei! Hallo allemaal, het is momenteel zondag. Het is al middag ondertussen en het laatste wat ik gefilmd heb is volgens mij dat ik met Zoe naar de Versus ging. Ik ga jullie heel eventjes neerzetten, want het is wat gemakkelijker. Dus ja, dat was echt volgens mij het laatste wat ik gefilmd heb. We waren rond 5 uur volgens mij terug. Of half 5.
Ja, het was in ieder geval heel leuk geworden. En ik ga nu vertrekken, want ik ga naar Sint-Truiden. Ik ga namelijk naar een barbecue samen met Julia en Dylan, die worden leren kennen op Tomorrowland. Dus ja, ik ga nu naar Sint-Truiden. Ik zal jullie eventjes nog mijn outfit laten zien. Even hier zetten. Ik heb een body aan van de Zara. Hemd is ook van de Zara. Mijn broek is zo eentje, je gaat het misschien niet goed zien, van die wijde pijpen. Die is van de Mango. En mijn handtas is van Zadig en Voltaire. En dan heb ik schoenen aan van Astar. Dus ik ga nu vertrekken. Hallo allemaal, het is maandagochtend en ik zie er best wel moe uit, aangezien dat ik ook moe ben. Want ik ben om 6:30 opgestaan, het is nu 7:30 en ik ga mijn nagels laten doen. Want ik ben morgen jarig en ik ga vanavond met vriendinnen uit eten. Nog iets gaan drinken en we gaan naar de Versus. Dus ja, ik heb eigenlijk al heel lang mijn nagels niet meer laten doen, sinds kerst volgens mij. Maar ja, ik dacht nu voor mijn verjaardag weer eventjes. Dus dat ga ik nu doen en ik ga ook nog eens met de fiets. 7:30 's morgens. Helemaal trots op mezelf, maar oké, dat ga ik dus nu doen samen met mijn zusje. Yeah. Sophie!